George Michael, Passenger, B.B. King of Ed Sheeran. Stuk voor stuk grote namen uit de muziekindustrie die allemaal één ding gemeen hebben. Ze zijn hun carrière op straat begonnen. Dit weekend stond er in Els maar liefst 24 acts op straat tijdens het NK Straatmuzikanten. En misschien zit daar wel de nieuwe Ed Sheeran bij. Komt ie mensen, 1, 2, 3, Bamboleo, Bambolea, epa, con mi vida yo que quiero vivir así, otra vez, vaya, Bamboleo, Bambolea, con mi vida yo que quiero vivir así, otra vez, ok. Het is een vrolijke bedoeling in en rond de Dorpsstraat in Elst. Op een steenworp afstand van elkaar staan uiteenlopende muzikanten hun kunsten te vertonen. Solisten, duo's, groepen, sommigen rustig en gevoelig, anderen swingend of humoristisch. Het is ontstaan door Tony Dulos, dat is de initiator van het evenement. En die heeft met een paar mensen iets opgezet, omdat ze via de winkeliersvereniging de vraag kregen van willen jullie muziek verzorgen op de Koopzondag? Aanvankelijk als muziekfestival Elst. En in 2017 hebben ze gedacht, van, nou, wij maken een NK van. Dan moeten we ook een jurylid hebben, of juryleden. En die beoordelen dan de deelnemers en daaruit komen de winnaars uit de diverse categorieën en een overal winnaar. Zo is het ontstaan. Die juryleden lopen in duo's langs alle acts volledig geblend in het publiek, zodat ze niet opvallen voor de muzikanten. En we willen niet hebben dat zij herkend worden door de acts, want dan gaan ze anders gedragen dan ze normaal gedragen. Want de interactie met het publiek, dat moet er gewoon zijn. En dat ligt dan aan hen. En de jury beoordeelt dat dus. En waar worden ze dan op beoordeeld? Kwaliteit van muziek, interactie met het publiek en de presentatie. En als dat alles op orde is, is de hoofdprijs al aardig in zicht. Er is te winnen de Elstar, het beeld de Elstar en een geldprijs. En we hebben een winnaar in de categorie solisten, duo's en groepen. En dan hebben we daarna een overall winnaar en die krijgt dus het stenen beeld de Elstar. Kom luister naar dit lied dat wij voor u gaan zingen. Het is een tragisch lied over losbandigheid. Wij zijn de Brokstukken. En waarom heet jullie de Brokstukken? Omdat wij fan zijn van Corrie Brokken en wij zingen allemaal liedjes over de brokstukken van het leven. Hier staat ook een brok aan levenservaring, zoals je ziet. En ja, daar zingen we graag van. Zij konden longen niet laten. Zij lokten naar iedere man. Dat liep veel te veel in de gaten. Hoe is het om aan zo'n straatmuzikantenfestival mee te doen? Gezellig vooral. Het leuke is omdat je met mensen een beetje mee kan spelen. En ja, als het weer een beetje meewerkt, wordt het nog leuker. Ja. En maken jullie kans om te winnen? Tuurlijk. Wat denk je? Wat denk je? En heeft u nou het idee dat er een nieuwe Ed Sheeran tussen zit? Er zijn er diverse, maar ja, een Ed Sheeran die is van kleins af begonnen. En die is langzaam doorgegroeid totdat iemand zegt van nou ja, dat is iemand. Maar ja, we hebben er een, Elske uit Elst. Dat kan een heel grote worden. Dus ja, ze moeten toevallig treffen. Dat iemand wat in haar ziet. Nee, dat is de jongste deelnemer van ons. Hopelessly devoted to you. Hopelessly devoted to you. Word jij de nieuwe Ed Sheeran? Ed Sheeran, ja, dan de vrouwelijke vorm. Maar misschien wel, ja. Zijn liedjes zijn wel leuk, dus. Ja. Ja, wat is nou zo leuk aan het meedoen aan dit festival? Ja, gewoon dat je ook mensen gewoon blij kan maken met muziek. En toch wel dat ze het ook leuk vinden om je te zien staan. Dus dat vind ik wel leuk altijd om te zien, ja. Hopelessly devoted.